Lieve redacteuren en oud-redacteuren, medewerkers en oud-medewerkers, bestuurders en oud-bestuurders, lieve vrienden, welkom op de 140ste verjaardag van de Groene Amsterdammer. Het fijne is dat het ook echt feestelijk voelt. En dat komt niet alleen omdat er hier allemaal mooie ballonnen hangen en Christine zulke prachtige baniers heeft gemaakt. Het is feestelijk van alle kanten, omdat we gewoon via de post, via internet, maar ook via de sociale media van alle kanten felicitaties krijgen. Zoals de lezer die schrijft dat de Groene elke week weer een woest of beschaafd elitair feest is. Lezers die laten weten dat ze de Groene al 20 of 30 jaar lezen. Zoals Dolf Jansen die daar op Twitter in het licht van onze ouderdom hashtag beginner aan toevoegde. De lezer die opbiecht in de commerciële advocatuur te werken en die de Groene als noodzakelijk tegenwicht ziet. Lezers die vertellen dat ze inmiddels derde generatie lezer zijn. Toen op 1 juli 1877 het eerste nummer van de Amsterdammer, weekblad voor handel, industrie en kunst, verscheen, verklaarden de oprichters, de letterkundigen Martinus van Lochem en Taco de Beer, in hun beginselverklaring niet alleen dat zij onafhankelijk en onbevreesd wilden zijn. Ze stelden ook dat juist de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het blad maakte dat het geschikt was om een ware huisvriend te wezen. Een huisvriend voegde ze daar plastisch aan toe. Aan de ontbijttafel, in tram en wachtkamer, koffiehuis en sociëteit. Een ware huisvriend, dat is de Groene Amsterdammer. Getuigen al die felicitaties van lezers en getuigen het grote aantal lezers dat al decennia lid is. Een ware huisvriend is het blad 140 jaar later nog steeds. David Remnick, de hoofdredacteur van de New Yorker, verklaarde de huidige bloei van zijn legendarische weekblad in een recent interview met de lange geschiedenis van zijn blad, dat trouwens pas in 1925 werd opgericht. Het is zo oud, zegt hij, dat het nooit een eigen moment had gehad. Het was nooit het lijfblad van een generatie geweest en dreigde daarom ook niet met de generatie te sterven. Integendeel, het heeft steeds nieuwe generaties aan zich weten te binden, van vader op zoon, van moeder op dochter. Iets dergelijks geldt ook voor de Groene Amsterdammer. We zijn respectabel in leeftijd, hopelijk jong van geest en constant in de positie die we innemen in het medialandschap. Zoals Henk Hofland, die overigens al als jongetje de Groene las in de jaren 30 en die als hij langskwam op de redactie met graagte uit de kleine kranten citeerde uit het hoofd. Zoals Henk Hofland het ooit zei in de film Dwars over de Groene: de elite heeft ook een blaadje nodig. Van begin af aan was de Groene Amsterdammer. Het blad vooral voor de welstandige, ontwikkelde burgerij. Het had meteen al veel aandacht voor cultuur, waarbij uitgebreid over de grenzen van het toen nog behoorlijk provinciale Nederland werd gekeken. De Amsterdammer was liberaal, maar dan met een radicale inslag. Hij keerde zich meteen tegen de zelfgenoegzame liberale elite. Niet alleen in politiek, maar ook in cultureel opzicht. Voor jonge rebelse schrijvers vormde het weekblad al snel een fijn podium. Bijvoorbeeld voor latere tachtigers als Lodewijk van Dijssel, Willem Kloos en Albert Verwij en Frederik van Ede, die later ook redacteur werd. Zij namen het literaire establishment in de Amsterdammer onder vuur. Spreekbuis van de avant-garde was het blad ook, omdat het, zoals Willem Paap in zijn filijne sleutelroman Vincent Haman later beschreef, het blad nooit zwaar bij kas zat en daardoor altijd iets weg had van een opkoper van onrijp ooft. De Groene Amsterdammer, zoals het weekblad in 1925 officieel ging heten, hier weet iedereen natuurlijk dat het kwam vanwege het groene schutblad om het blad. De Groene Amsterdammer is altijd dat gebleven. Een tijdschrift voor de maatschappelijke voorhoede of vooruit voor de elite. Vaak avant-gardistisch als het om cultuur gaat, bij vlagen wel heel radicaal in politieke zin en altijd met een reflectieve intellectuele inslag. Veel later bekende schrijvers en intellectuelen zetten er hun eerste schreden. Van Carrie van Brugge tot Menno ter Braak, van Ludie Jong tot Geert Mak, van Anna Blaman tot Marja Pruis en van Simon Vestijk tot Joost de Vries.
De Groene bood en biedt talent de ruimte uit overtuiging. En toegegeven inderdaad ook een beetje uit noodzaak. Ruim bij kas was het blad zelden. Meestal verkeerden we in beschaafde armoede, zoals hoofdredacteur Martin van Amerongen het zo mooi noemde. Omdat we hier onder elkaar zijn, is het niet onbescheiden om te vertellen dat het nu met de beschaafde armoede alleszins meevalt. We vieren ons 140-jarig bestaan met het hoogste aantal abonnees sinds de jaren 60. Ja. Het aantal vaste abonnees van de papieren editie van De Groene is sinds begin vorig jaar gestegen met 2000 tot boven de 17.500. De oplage is nu 60% hoger dan in de periode 1970-2010. Ook het aantal digitale abonnees stijgt, dus dat is een fijne dubbelslag. Op dit moment hebben we daarbij nog eens 5000 digitale betalende proefabonnees, niet digitaal, gewoon papier. En 1000 mensen die De Groene gratis lezen 5 weken. Ja, dat is alles bij elkaar een record. De advertentieinkomsten zijn hoger dan ooit en we worden nu waarschijnlijk meer gelezen dan ooit, ook door heel veel nieuwe lezers. Ons digitale bereik is dit jaar dankzij onze nieuwe website verdubbeld. Maandelijks lezen zo'n 300.000 bezoekers 1 of meer artikelen op groene.nl. Daaruit komt een constante aanwas van proefabonnees die dan door onze telemarketeers, die de beste van Nederland zijn, worden gebeld. En verrassend vaak een abonnement nemen op de papieren Groene. Ja, de truc van die telemarketeers is dat ze zeggen: heeft u ook zo'n hekel aan dit soort gesprekken? Ik namelijk ook, dat begrijp ik heel goed. En dan is het ijs gebroken. Maar dus die digitale proefabonnees die nemen verrassend vaak ook daarna een abonnement op het papieren weekblad. En zo zie je hoe digitaal en papier elkaar versterken. Maar goed, genoeg op de borstklopperij over onze beschaafde welstand. Al is het misschien wel goed om op te merken dat die welstand ons in staat stelt ook volop in te zetten op tijdrovende en diepgravende verslaggeving en onderzoeksjournalistiek. Maar terug van de beschaafde welstand naar onze welstandige lezer. De Groene Amsterdammer heeft altijd voor de elite geschreven, maar haar doorgaans niet naar de mond gepraat. Eind 19e eeuw pleitte de redactie fel voor algemeen kiesrecht, voor goede arbeidsomstandigheden en goede sociale voorzieningen. Ze was een groot voorstander van vrouwenemancipatie. Ze was kritisch over de koloniale politiek van Nederland en hekelde de benarde woonomstandigheden in de steden. 140 jaar later is ongelijkheid in Nederland en in de wereld nog steeds een van onze belangrijkste thema's. Of het nu om de schuldenproblematiek gaat, of de flexibele arbeidsmarkt, om de grote stad die steeds meer de plek voor de rijken wordt, of de illusie van de meritocratie en de bevoorrechte klasse die vooral goed voor zichzelf en de eigen kinderen zorgt. De Groene heeft naast de constante aandacht voor kunst, literatuur en intellectueel debat onverminderd een betrokken oog voor onrechtvaardigheid. Als blaadje voor de elite vonden wij, de redactie, dat het thema van dit lustrum de elite moest zijn. Juist omdat de elite alweer jaren zo de kop van jut is. Over de opstand tegen de elite vrijwel overal in de westerse wereld, onder aanvoering van oude en vooral nieuwe populistische politici, schreven we de afgelopen jaren veel. Bij ons lustrum wilden we het daarom over de verantwoordelijkheid van de elite hebben. Het begint ermee te erkennen dat de elite niet de andere zijn. De elite is niet alleen de spreekwoordelijke 1%, maar eerder de 20%. Iedereen die zich door kapitaal, inkomen, opleiding, baan en netwerk prima kan redden in de vloeibare, onzekere tijd waarin we nu leven. Het begin van die verantwoordelijkheid is, zoals de Amerikaanse denker Richard Reeves in ons lustrumnummer zegt, dat de elite erkent dat ze precies dat is, dat wij ook precies dat zijn. Een elite met een bevoorrechte positie.
ook deze avond zal in het teken van de elite staan. Straks zal de Tsjechische denker Tomáš Sedláček een lezing houden over de verantwoordelijkheid van de elite. Hij zal worden ingeleid door onze redacteur Kasper Thomas, die daarna ook nog met hem zal praten. En daarna volgt een programma waar ik lekker niks over ga verklappen. Dus dat gaat u zien, behalve dat het tot 1 uur of 10 duurt. Bij binnenkomst hoorde u Nasser Isar op saxofoon. Voor hem wil ik graag wel heel kort iets vertellen. Hij werd geboren en groeide op in Damascus als zoon van Palestijnse vluchtelingen. Hij leerde zichzelf saxofoon spelen. En sinds 1996 is hij professioneel muzikant. Een van de beroemdste saxofonisten van Syrië. In 2013 dwong de oorlog in Syrië hem met zijn gezin te vluchten. En via Bangkok kwam hij in 2015 in Nederland terecht in Boven-Leeuwen. Dat is in West Maas en Waal. Na het programma dat u zo gaat zien is er feest. Maar voordat we gaan feesten wil ik graag 2 mensen in het bijzonder bedanken. Dat is onze onverprezen directeur Pieter Elshout, die niet alleen onze oplagen zo omhoog weet te stuwen, maar ook een meester is in feesten en partijen. En vooral ook Margreet Vochtelo, die sinds een jaar de voor ons nieuwe functie bekleedt van redacteur De Groene at Large. En het afgelopen jaar al een hele reeks aan debatten en evenementen organiseerde. En die het programma van dat vanmiddag heeft plaatsgevonden en van vanavond inhoudelijk heeft samengesteld en georganiseerd. Wow. Zo, Margreet. Ik hoop dat de Groene Amsterdammer nog lang een ware huisvriend mogen wezen. Misschien niet meer in wachtkamer, koffiehuis en sociëteit, maar dan wel op de bank, in bad of in het café of waar dan ook tegenwoordig. En dan tot slot, als ik de Groene feliciteer met de eerbiedwaardige leeftijd van 140 jaar, feliciteer ik ons allemaal hier. Zoals er vele generaties lezers van De Groene zijn, zo zijn er ook vele generaties redacteuren, medewerkers, tekenaars, fotografen, bestuurders en alle mogelijke betrokkenen geweest die niet alleen hebben gezorgd dat we nog steeds live en kicking zijn, maar ook dat we ondanks alle wisselingen van de wacht en ondanks alle verschillen door de tijd heen nog steeds dat betrokken, dwarse, vaak wijze, soms eigenwijze blaadje voor de elite zijn.